belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Een vergadering van het parlement van Curaçao kon vanochtend niet doorgaan omdat er niet voldoende statenleden zich hadden aangemeld. De gehele oppositie was afwezig. Daardoor kon een geplande vergadering over FKP met minister Zita Jezus Liitu niet doorgaan en konden ook de geloofsbrieven van Emily Capriles niet worden behandeld. De PAR wil dat Capriles de plaats inneemt van Yasser El Ayoubi, die eerder deze week zijn zetel aan de staten teruggaf. Maar zolang de oppositie niet opkomt dagen, heeft de coalitie geen meerderheid in het parlement. De rechter op Curaçao heeft gisteren een 41-jarige man veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf en een ontzegging van de rijbevoegdheid voor een periode van 2 jaar. Volgens de rechter is het overtuigend bewezen dat de man op 16 augustus 2019 een 19-jarige moeder en haar baby bij een verkeersongeval op de Helm in Magno Wiels Boulevard heeft doodgereden. De man reed te hard en reed door rood. De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie. De rechter heeft verder gesteld dat de man niet heeft geremd voor de voetganger die met haar kind in de armen overstak, waardoor een aanrijding is ontstaan. Het verweer van de verdediging dat de verdachte niet te hard reed, door oranje is gereden en dat het slachtoffer zelf onvoorzichtig is geweest, werden door de rechter verworpen. Bombini at El Grill and El Mexicano Restaurant. Curaçao's hotspot for seafood, quality steak and Mexican cuisine. Take a Saturday night bite out of all-you-can-eat ribs, mixed grill sundae, Monday and Thursday all-you-can-eat Mexican tacos. Join us under the orange parasols with stunning view at Mambo Beach Boulevard for a true taste of heaven. Está douche. De Raad van Ministers heeft onlangs een noodplan goedgekeurd dat ervoor moet zorgen dat de toestand van de Curaçaose wegen niet nog verder achteruit gaat. Het is de bedoeling dat er deze week nog begonnen wordt met een versneld herstel van de wegen, waarbij onder meer gaten gevuld zullen worden. Ook zullen tijdelijke bedekkingen worden geplaatst op plaatsen waar meer werk nodig is dan alleen het vullen van gaten. Ook een aantal onverwarde wegen zullen aandacht krijgen, zo stelt de overheid. Volgens de regering hebben geldgebrek en de vele regenbuien van de afgelopen tijd het onderhoud van de Curaçaose wegen bemoeilijkt. De politie heeft gisteren een marihuana-plantage opgerold. Dat was een gevolg van een al langer lopend onderzoek naar overtredingen van de drugswet. Van 10 uur 's ochtends tot 30 uur 's middags heeft de politie een inval gehouden op een adres aan Siberi in Bandabau. Daarbij zijn in totaal 635 marihuanaplanten in beslag genomen. Verder ook marihuana die was klaargemaakt om te verkopen en materiaal om marihuana te verwerken. Bij de plantage werd verder gebruik gemaakt van gestolen water en elektriciteit. 3 mannen hebben gisteren een overval proberen te plegen op een crèche in Dominguito. Het gaat om de Tiny Kids Preschool. Medewerkers van de crèche zagen op veiligheidsbeelden dat de mannen over de muur waren geklommen. Daarop werden direct alle deuren van de crèche gesloten. Op die manier konden de mannen niet binnenkomen en zijn ze uiteindelijk weer weggegaan. De rechter heeft gisteren gevangenisstraffen uitgedeeld aan een 35-jarige Venezolaanse man. Die kreeg 5 jaar gevangenisstraf en heet Angelbert Pirela González. De 30-jarige Curaçaoenaar Alexander Alders kreeg 3 jaar gevangenisstraf, waarvan 1 voorwaardelijk. De rechter acht het bewezen dat drugs die gevonden werd in een appartement in Rancho op 29 februari vorig jaar van de mannen is. Het gaat om 15 kilo cocaïne, 14 kilo marihuana, 3 wapens en kogels. De strenge regels rond het gebruik van alcohol in de openbare ruimte zijn ingetrokken. Sinds gisteren mogen mensen weer drinken op straat, onder meer bij snacks. Veel mensen maakten er ook gebruik van. De politie maakte verder bekend dat op de laatste avond van de strenge alcoholregels, 12 januari, er nog 1 zaak gesloten is. De eigenaar hield zich niet aan de toen geldende alcoholregels. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal. Vers van de pers.